Bij het afscheid nemen op de kade in Rotterdam verloor zijn moeder haar ring. En gelovig als ze was, zei ze tegen haar man: Karel, zie je nooit meer terug. Beste familie van de Vecht en dames en heren. Het moet een ongelooflijke ervaring zijn als bijna 68 jaar na dato een donker gat in de geschiedenis alsnog is ingevuld. Een gebeurtenis waar eigenlijk niets over bekend was, komt toch nog in alle details aan het licht. Net als zijn vader, die beroepsofficier was bij de KNIL, zag ook hij voor zichzelf een leven als militair weggelegd. En dan het liefst in het toenmalige Nederlands-Indië. In dat gebiedsdeel was hem dierbaar. De heer Van de Vecht kende het goed, want hij was geboren en opgegroeid in de stad Solo op middenjaren. En kort na de afronding van zijn officiersopleiding in Breda scheepte hij in en keerde hij terug en ging hij dienen in Mala. Hier trad hij in het huwelijk en werden zijn kinderen, u beiden, geboren. De tijd kan niet worden teruggedraaid, maar eindelijk is nu bekend wat er met uw vader is gebeurd. En tot voor kort hebt u niet kunnen vermoeden dat u dat ooit ook echt te weten zou komen. Deze geschiedenis is schokkend en aangrijpend, maar tegelijkertijd een belangrijke aanvulling op de herinneringen aan uw jongste jaren. Het lot van uw vader tekent zijn karakter. Het zegt veel over de wijze waarop hij invulling gaf aan zijn rol als militair, als officier in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger KNIL. Uw vader deinsde er niet voor terug om, ook onder de moeilijkste omstandigheden, zijn vaderland te dienen. Ook nam hij de verantwoordelijkheid op zich voor de mannen met wie hij verbleef in de strafgevangenis, de Kleine Boei in Malang. Sergeant-majoor buitendienst Wim van Dranen zat indertijd met zijn broer bij hem in de cel. Beiden bent ook u hier aanwezig. Meneer Van Dranen, in uw getuigenverklaring noemt u eerste luitenant Van der Vecht, en ik citeer, onze dappere vriend. Ja. Ik denk, nou, ik weet eigenlijk wel dat dit zijn kinderen met grote trots vervult. We zijn hier bijeen om eerste luitenant Karel Van der Vecht te eren en te herdenken. En daar is alle reden toe. Gedurende zijn loopbaan toonde hij zich een toegewijd officier die in alle opzichten een grote plichtsbetrachting aan de dag legde. En vanaf 1942 verbleef eerste luitenant Van der Vecht in krijgsgevangenschap. Maar na de Japanse capitulatie wilde hij meteen weer in actie komen. De chaos die hij om zich heen zag, zal hem hiertoe hebben aangezet. De Nederlanders en Indische Nederlanders bleken vogelvrij te zijn. Gewapende Indonesische nationalisten zaaiden letterlijk dood en verderf in deze zogeheten Bersiap-periode. Niemand was zijn leven zeker. De angst hield velen in zijn greep. En sommigen van u hebben het meegemaakt en kunnen meepraten over de verschrikkingen van toen. Eerste luitenant Van der Vecht meldde zich aan voor de geallieerde RAPWI-teams. Voor alle eenheden die zich richten op de recovery of allied prisoners of war en internees. En die zich dus over de krijgsgevangenen en andere geïntegreerde gingen ontfermen. Het bracht hem in oktober 1945 naar het hem zo vertrouwde Malang. Waar evenwel het noodlot zou toeslaan. Want extremistische Indonesische bendes namen hem en vele andere Nederlanders gevangen en sloten ze op in de Kleine Boei. De situatie was mensonterend. De vijandige behandeling kende nauwelijks grenzen. Met name de zogeheten kettingberen konden worden gerekend tot, en dan druk ik mij voorzichtig uit, de schurken die hier huis hielden. De heer Van Dranen weet dat het, en ik citeer opnieuw, zwaar gestrafte misdadigers waren die ons eten moesten verdelen. Eerste luitenant Van der Vecht kaarten de onhygiënische omstandigheden en vele andere schrijnende zaken bij herhaling aan bij de directeur van de gevangenis. Deze onderhield zich één keer per week
met de celoudste, waartoe ook de heer Van der Vecht behoorde. Zijn celgenoten hadden hem voor deze rol naar voren geschoven. Hij was moedig en kordaat in zijn optreden, schreef de heer Van Dranen. Wij vonden hem een heel bekwame en goede leider die wij heel graag mochten. En dit is eerste luitenant Van der Vecht ook fataal geworden. Want een van die kettingberen hoorde hem zijn beklag doen en vertelde dit door aan een hoofdagent. Die gaf de kettingberen op 13 november 1945 opdracht om de heer Van der Vecht in elkaar te slaan. Een van hen stak op hem in met een zelfgemaakte bajonet. Met zoveel tegen één man. Dat gevecht viel niet te winnen. En niet veel later sleepte de politieman de eerste luitenant uit zijn cel, bond hem aan een boom, nam een karabijn en schoot hem dood. En u, meneer Van der Vecht, zal straks als zoon misschien nog wat meer vertellen over uw vader. En u gaat dan ook in op zijn, op de recente wonderlijke opeenvolging van toevalligheden die tot opheldering van deze geschiedenis heeft geleid. Het was oud-militair Breil, zelf drager van de bronzen leeuw, die verder onderzoek heeft gedaan. En daarna bracht hij het onder de aandacht van het ministerie van Defensie. Met als resultaat deze bijeenkomst, waar de postume toekenning van het mobilisatie-oorlogskruis centraal staat. Het is een bijzondere onderscheiding waar onder voorwaarden oud-militairen voor een aanmerking komen die tussen 6 april 1939 en 3 september 1945 in werkelijke dienst zijn geweest of die gedurende de oorlog militaire werkzaamheden hebben verricht in het belang van het Koninkrijk. En u kan straks het mobilisatie-oorlogskruis bekijken. De paarse kleur in het lint staat voor de rouw, waarmee de donkere periode van oorlog en bezetting wordt gesymboliseerd. De oranje lijn verwijst naar de verbondenheid met het Huis van Oranje. En op het versiersel zelf zijn onder meer stormdolken te zien die bij alle krijgsmachtdelen in gebruik waren. Dit gold ook voor de helm. De lauwertak die hier overheen is gelegd is een teken van eer. En op de achterzijde staat de tekst: Der Vaderland getrouw. Eerste luitenant Van der Vecht heeft zich op een bijzondere en dappere wijze onderscheiden. In zijn hoedanigheid van officier kwam hij op voor de belangen van zijn medegevangenen. Het mobilisatie-oorlogskruis dat hem postuum is toegekend, kan worden gezien als de ultieme erkenning van het offer wat door hem is gebracht. Dames en heren, het is een aangrijpend verhaal, maar desniettemin, en zeker misschien wel juist daarom, is het mij een enorme eer en een genoegen om namens de minister van Defensie het mobilisatie-oorlogskruis, dat als zeer bijzondere blijk van waardering is toegekend aan Karel Rudolf Reinier van der Vecht, uit te reiken aan zijn kinderen. En ik doe dat met gevoelens van heel veel eerbied en respect voor uw vader. Dames en heren en heren en beste vrienden, zojuist bent u getuige geweest van de ontroerende en eervolle uitreiking van het postuum toegekende mobilisatie-oorlogskruis aan de moedige eerste luitenant der infanterie van het Koninklijk-Nederlands Indische Leger Karel van der Vecht en waarvan de versierse door zijn zoon in ontvangst zijn genomen. Juist 2 dagen nadat wij onze Nationale Bevrijderdag hebben gevierd. Dames en heren, eerste luitenant Van der Vecht heeft deze onderscheiding erop achterzijde de woorden staan. Den Vaderland getrouwen met diep respect te volle verdiend. Op deze dag kan eindelijk recht worden gedaan. Er is eerherstel. En de onzekerheid dat het moedige optreden van luitenant Van der Vecht mogelijk in het vergeetboek zou hebben kunnen geraken is
nu gelukkig volkomen. Vele jaren hebben wij getracht om achter de waarheid te komen omtrent de tragische gebeurtenissen rond het overlijden van vader op 13 november 1945 in de strafgevangenis de Kleine Boei te Maan. Keer op keer echter stuiten wij op aannames die niet hard gemaakt konden worden. Door puur toeval hebben wij vorig jaar opheldering verkregen en hebben deze opheldering te danken naar aanleiding van de reis naar Bali en Java die wij met ons gezin in september-oktober 2012 gemaakt hebben. Het is heel bijzonder wat er gebeurd is. En om dat aan u te kunnen overbrengen, wil ik daarom in grote lijnen het helaas korte leven van vader als officier bij het KNIL in Nederlands-Indië vertellen en de impact van onze toevallige ontmoeting. Als daarbij een aantal doublures zijn geweest, dan wilt u mij daarvoor vergeven. Hij werd geboren op 22 maart 1913 in Zolen op Midden-Java en stond bekend als een vrolijke, sportieve en intelligente jongen. Net als zijn vader, die beroepsofficier was bij het KNIL, wilde hij na de HBS-diploma te hebben gehaald naar Nederland om een opleiding te gaan volgen voor beroepsofficier op de KMA te Breda. In augustus 1935 werd hij in Hendrik Kazerne te Nijmegen beëdigd. Tijdens de opleiding is hij bestuurslid geweest van de kadettenhockeyvereniging Hield van Tennissen en was ook een verdienstelijk schermer. Op 18 december 1935 is hij als tweede luitenant met een militair detachement met het motorschip Dempo van de Rotterdamse Lloyd naar Indië vertrokken. Bij het afscheid nemen op de kade in Rotterdam verloor zijn moeder haar ring en gelovig als ze was, zei ze tegen haar man: Karel, zie je nooit meer terug. De aankomst in Indië werd hij bij het 19e bataljon infanterie te Malen geplaatst. Had het daar goed naar zijn zin en richtte hij in Malen een hockeyclub op. Op 8 oktober 1936 trad hij in Malen in het huwelijk met Eleonora Carolina van den Bos. Mijn zuster Ellie en ik zijn daar geboren. In augustus 1938 werd vader benoemd tot eerste luitenant om vervolgens in juli 1940 te worden overgeplaatst bij het depot mitrailleurs te Magalan en kort daarna in Wanden. Het KNIL moest op 8 maart 1942 capituleren voor de overmacht van Japan. Vader werd geïnterneerd als krijgsgevangen. Moeder is met haar twee kinderen gaan werken op een melkerij nabij Malen om het hoofd boven water te houden. Zoals met vele krijgsgevangenen is gebeurd, heeft vader ook de wreedheden van de Jap moeten ervaren. In de brief die hij naar zijn ouders in Den Haag heeft gestuurd, schreef hij: zelfs de dieren vertonen doodsangst bij het zien van de Jap. Door de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 ontstonden er door tijdelijk ontbreken van wettelijk gezag in Indië chaotische en levensgevaarlijke toestanden, omdat de geallieerden niet in staat bleken zijn om op korte termijn troepen vrij te maken om die naar Indië te kunnen sturen. De Rebus heeft daar kort al naar gememoreerd. Door het ontbreken van Britse troepen werden door de Britse bevelhebber uit militaire bestaande rugbyteams beschikbaar gesteld die in samenwerking met het Japanse leger en Indonesische instanties van de onder andere het Rode Kruis tot taak hadden het leven van de Nederlandse krijgsgevangenen en andere geïnterneerde Nederlanders te verbeteren en hun evacuatie voor te bereiden naar veilige plaatsen buiten Indië. Bij deze geallieerde rugbyteams werden ook KNIL-officieren ingedeeld, zo ook vader, omdat hij zich lichamelijk goed voelde en graag in een rugbyteam ingedeeld wilde worden ten einde zich actief te kunnen inzetten om de Nederlanders in de kampen te kunnen helpen. Na medische keuring werd hij ingedeeld bij het rugbyteam te Bandung
om kort daarna te worden ingezet in Samara. Nadat hij daar enige tijd had gewerkt, ontving hij een dringend verzoek van het Rode Kruis in Malang om naar Rafi Malang te komen. Ondanks de gevaren die hij daar zou kunnen lopen, is hij begin oktober 1945 naar Malang gereisd, mede omdat hij intussen op de hoogte was dat zijn gezin zich ook in Malang bevond. Enige tijd na aankomst daar werd hij met veel andere Nederlanders door Indonesische extremistische bendes gevangen genomen in de strafgevangenis de Kleine Boei te Malang en opgesloten in een heel klein cel met nog circa 50 personen. De behandeling in de gevangenis was vijandig en het eten heel slecht. Veel bewegingsvrijheid kregen wij niet om op de binnenplaats wat rond te lopen. De verdeling van het eten gebeurde door zwaar gestrafte misdadigers, net al genoemd, de zogenaamde kettingberen. Erg prettig was dat niet, want deze gestrafte zaten onder de schurft. Door zijn zelfgenoten werd vader als woordvoerder gekozen. Men vond hem een bekwaam en een goede leider, waarvoor men veel respect had. Hij was moedig en kordaat in zijn optreden en als zelfartsen was hij niet bang om klachten die men had over onder meer de behandeling, het eten, de medische verzorging en dergelijke, eenmaal per week aan de directeur van de gevangenis voor te leggen. Deze besprekingen werden dan op de binnenplaats gehouden. Vader werd ook woordvoerder voor de mensen in de andere cellen om klachten aan de directeur voor te leggen, die intussen de grote boeien hadden gereikt van een hoofdagent van de Indonesische politie in de gevangenis, die een diepe haat koesterde tegen alle Nederlanders. Hoewel vader zich er ten degen van bewust was dat zijn leven gevaar liep door steeds weer de vele klachten voor te leggen, heeft hem dat nooit weerhouden om van deze ernstige tekortkomingen melding te maken. Nadat de directeur na gesprek met vader op 13 november 1945 de binnenplaats had verlaten, gaf de hoofdagent van de kettingberen aan de kettingberen opdracht om hem aan te vallen en te molesteren. De kettingberen gaven gevolg aan deze opdracht en vielen hem aan, waarbij ze gebruik maakten van eigen gemaakte bajonetten. Met behulp van een oude cipier kon hij, terwijl hij vreselijk bloedde, terugkeren naar zijn cel. De hoofdagent die gezien had wat er zich had plaatsgevonden, was intussen zo woedend geworden dat hij opdracht gaf om een touw te halen. Met een touw ging hij naar de cel waar vader zich op dat moment bevond. Na hem aan het touw te hebben vastgebonden, sleepte hij hem naar buiten en bond hem aan de enige boom vast die op de binnenplaats stond en werd daar doodgeschoten. Vele gevangenen hebben dit drama vanuit de cel kunnen waarnemen. Dankzij het onbevreesde optreden van vader werden er meteen belangrijke verbeteringen doorgevoerd. De celdeuren bleven langer open. Geïnterneerden mochten vrij op de binnenplaats rondlopen. Het eten werd ook door hen verzorgd en mocht het op zijn zelf kopen. Hij heeft echter wel zijn leven hiervoor gegeven. Al die jaren na de oorlog hebben wij nooit precies geweten wat er zich in de tijd had afgespeeld. Er zijn wel vragen over gesteld, thuis werd er niet over gesproken. Doordat ik mij niets, maar dan ook niets van deze periode wist herinneren, had het bij mij geen prioriteit en was daar niet zo intensief mee bezig. We trouwden, kregen kinderen en was bezig met mijn opa. Eddie wist echter iets meer, maar ook de bijzonderheden van de gebeurtenissen waren haar ook onbekend. De belangstelling over het verleden van de ouders begon echter te groeien, meer door het goede contact dat we hadden met de broer van vader, Oom Rijn, die een prachtig album heeft gemaakt met zeer waardevolle documenten, foto's en brieven. Hij noemde dat album heel treffend, herinneringen aan mijn broer. Sinds jaren wilden mijn vrouw en kinderen naar Indonesië.
en om iets te weten te komen over mijn roots en over het mooie land te kunnen genieten. Na een grondige voorbereiding, uitgevoerd door Gerda, Carmen, Arnoud en Emeline, in wie zij had jaren geleden als surprise voor een Sinterklaasavond bij een werkstuk opgegeven, met vragen over onder andere hoeveel eilanden Indonesië bestaat, etc. Toen hebben wij echt besloten om in september, oktober 2012 naar Bali en Java te gaan, met als hoogtepunten een driedaagse bezoek aan Malang en aan het graf van Gaan op het ereveld Kemal Boen in Surabaya. Het was de reis van ons leven met mooie, dierbare en emotionele momenten. Na het bezoek aan het graf van vader gingen wij terug naar het hotel Majibaji in Surabaya, waar wij toevallig in gesprek kwamen met de heer Peter Steenmeijer, directeur Oorlogsgravenstichting in Indonesië, die zijn visitekaartje gaf met de woorden: als je me nodig hebt, dan stuur je maar een e-mailbericht. Wij konden toen nog niet beseffen dat deze ontmoeting tot opheldering zou leiden wat er precies met vader in het verleden was gebeurd. Bij terugkomst in Nederland zouden we altijd de vele foto's selecteren en in de voorbereiding daartoe kwam ik erachter dat een foto uit het slachtofferregister waar de naam van vader is vermeld ontbrak. En heb bestond een e-mail gestonden naar de heer Steenmeijer die mij de dag daarna een bericht stuurde met als bijlage het door mij verzochte document. Een kopie van het bericht had hij echter ook gestuurd naar de heer Theeuwissen van de Oorlogsgravenstichting in Nederland. De heer Davis die vroeg mij om een foto van vader ter completering van zijn dossier, wat ik natuurlijk direct gedaan heb. In dezelfde week dat wij de foto zouden selecteren, was er op het Malieveld een passerman. Een zekere Roy van Draanen, ons toen volledig heel onbekend, wilde zijn ouders op die in Balk Friesland woonden, of zij met hem wilden gaan naar het Wasserman. Bij hun komst daar is zijn vader direct langs de stand van de OGS gelopen, Oorlogsgravenstichting, en vroeg aan de heer Theeuwissen, die toevallig die avond op dienst had, waar hij de nazaten van de heer Karel Rudolf Reinier van Vecht kon vinden, omdat hij in dezelfde cel als vader had gezeten en het getuige was van de moord. Wij ontvingen de dag daarna dit ongelooflijk bericht van de heer Theeuwissen, ook hier aanwezig, met vermelding van het telefoonnummer en adres van de heer Van Dranen, die we meteen gebeld hebben. Wij konden het in eerste instantie niet geloven dat er iemand op ons levenspad was gekomen die alles wist over het tragisch gebeuren met vader. De ontmoeting met de heer P.C. Meijer was kennelijk voorgesteld. Zoiets gebeurt maar één keer in je leven. We zijn naar Balk gereden waar hij in detail de moord op vader heeft verteld. Het gesprek is opgenomen door Carmen en vastgelegd op een band. We waren wat ontdaan bij te horen hoe vader op losse wijze is vermoord. De heer Van Dranen vond dat hij voor zijn moedig optreden alsnog postuum geëerd moest worden. Via de heer Theeuwissen kwam dit verhaal terecht bij de luitenant-kolonel de heer Jack Breil, die zich het lot van vader heeft aangetrokken en op grond van de verklaring van de heer Van Dranen als kroongetuige een verzoek bij het ministerie van Defensie heeft ingediend om alsnog postume toekenning te verkrijgen. Ik haast mij ook om de broer van de heer Van Dranen te noemen, die ook in dezelfde cel heeft gezeten en ook als kroongetuige een verklaring heeft afgelegd. Wij vertelden deze ontwikkelingen aan mijn neef, de heer Rob Boksman, die onmiddellijk geïnteresseerd was en kwam de week daarna met een kopie van een passage uit het boek Sayur Denjer Eten, geschreven door de heer W. Kroese, die ook ooggetuige is geweest. Het boek is uitgekomen begin maart 2006. Zijn dochter en haar man zijn ook hier aanwezig. Dames en heren, lieve vrienden, het is bijna niet te bevatten en het wonder hoe in korte tijd van verschillende mensen opheldering werd verkregen. Wat een emotionele ontknoping over de ware toedracht
en wil daarom graag een aantal mensen bedanken die hun bijdrage hebben gehad in het traject tot erkenning. Graag wil ik mevrouw Kara Carmen, Martijn, Arnold, Emily hartelijk danken voor hun hulp en adviezen. Ze hebben mij met raad en daad bijgestaan. Ook Ellie, mijn zuster en haar partner Frans, dank voor het aanleveren van waardevolle informaties. Ralf en jouw zonen, Bart en Sterren, hebben daar een werkstuk van gemaakt met buitengewoon interessante informaties verkregen over de diensttijd van vader in Java, door met veel geduld onder andere te gaan googlen. Dank aan de heer Tamazoa, die namens het ministerie van Defensie met het mooie bericht kwam van toekenning van het mobilisatie Oorlogskruis voor vader. Dank daarvoor. Nee, dat was wel waar, dat bent u. Hartelijk dank. Misschien dat u. Dank dat u dat gedaan heeft. Meneer Teunissen. U was er niet van bewust dat op het moment dat dat e-mailbericht van de heer Steenmeijer kwam, dat u een sleutelrol zou spelen in de opheldering over onze vader. Wij zijn u daar buitengewoon erkentelijk voor en wil u graag namens de familie van de Vecht een klein geschenkje aanbieden en hoop dat u aan ons zal verwachten. Hartelijk dank wel. Oké, graag gedaan. Een paar keren is de naam gevallen van de heer W. van Raden. Ik weet wat ik kan zeggen. Wij waren alle zeer aangedaan bij het horen van jouw verhaal over vader en waarderen het zeer dat jij het initiatief hebt genomen om het traject in te gaan om erkenning voor onze vader te verkrijgen. Wij zijn ook veel dank verschuldigd aan jouw broer en zeker aan jouw vrouw voor de meer dan gastvrije ontvangst aan de familie heel veel van ver aangeboden. Ik wil ook jou graag een aandenken aanbieden. Dit is voor jou in, namens de familie van de Weg. En ook dank u wel voor de verslag van de verslag als schoonvraag. Dank u wel. Bijzonder is dat wij kort hierna op de hoogte zijn gesteld van het boek Assigner Ganger Eten. Geschreven door de heer W. Kroeze, ook een ex-geïnterneerde van de kleine boei en die ook getuigd was. Hij beschrijft in zijn boek het misdadig optreden van de Indonesische hoofdagent tegen vader. De heer Kroeze is eind 2005 overleden. Tineke, zijn dochter en hartdank voor toezending van de informaties over onder andere het kadettenleven van vader en informaties over de gevangenis in Malang. Jullie hebben dat geheel op eigen initiatief gedaan in de Koninklijke Bibliotheek en hebben dat zeer geleerd. Wij willen jou namens jullie namens de familie ook dit aandenken. Tineke, hartelijk dank. Bart, jij ook hartelijk dank voor de informatie. Geen dank. Heel mooi om te klappen, hè? Buitengewoon veel dank. Zijn verschuldigd aan de heer Jack Bruil, Luitenant-Kolonel DD, die als levenstaak heeft ervoor te zorgen dat voor familieleden van overleden en geëxecuteerde militairen alsnog postuum eer wordt bewezen. Hij doet dit zinvolle werk, Jack, hij doet dat geheel belangeloos. Hij is een bijzonder mens die zijn leven in dienst stelt van zijn medemens. Hij werd gegrepen door het horen van het verhaal over vader en heeft met de hem toegezonden documenten de verslagen van beide kroongetuigen, evenals het verslag in het eerder genoemde boek, verwerkt in het verzoek en dat ingediend bij het ministerie van Defensie voor een postume toekenning van vader. Jouw visie op het gebeuren in de kampen, de gebeurtenissen tijdens de Bersjaarperiode en vooral jouw interpretatie waarom vader toegeneden was tot de Rappie, heeft ertoe bijgedragen dat de vele vragen die ik de afgelopen jaren heb gehad
zijn opgelost. Cenk, heel veel dank daarvoor. Wat je de afgelopen maanden voor ons hebt gedaan. We hebben het nu een plaats kunnen geven. Dank voor de waardevolle adviezen en niet op de laatste plaats voor jullie buitengewone gastvrijheid. En als blijk van waardering wil ik jou graag deze twee geschenken aanbieden en mag je nu nog niet openmaken. Mevrouw Dirk de Bakker, en ja, uw collega die is er helaas niet aanwezig. Namens ook de hele familie van mij, hartelijk dank voor de organisatie van deze onvergetelijke dag. Wij hebben u vaak moeten bestoken met e-mails en met andere vragen. En wilt u ook namens ons de dank overbrengen aan de gemeente Den Haag voor het beschikbaar stellen van deze prachtige locatie. En wij willen u graag namens ons deze bloemen aanbieden. Heel graag gedaan. We weten nu hoe de eerste luitenant van de Vecht op 13 november 1945 is vermoord. Hij betaalde de hoogste prijs voor zijn gevoel voor rechtvaardigheid en zijn moedige inzet voor zijn medegevangenen. En wie er kennis van neemt, zal verbijsterd zijn over de toedracht. Wil je? Nou, je opa? Nee, die heb ik. Het was geen fanatieke blitser. Nee. Nee, het was geen fanatieke. Hij kan het wel goed vertellen. Het is een moedige man. Kopie. En, nou ja, en. Toen hij kameroosten werd, toen mocht hij eens in de week, dus al die kameroosten, die mogen eens in de week hun grieven naar voren brengen bij de directeur van de gevangenis. Dat is een Indonesiër. Weet u nog de naam van de directeur van de gevangenis? Nee, helaas niet. Okay. Het is een Indonesiër, dat ja. is wel. Ja. Weet je zo? Nou, als... Dus, ik heb al verteld, hè? Dus hier die cellen ja. en die loopt dan hier tot hier en dan heb je een zijvleugel zo, mm-hmm. die kant op. Hier in het kantoor waar de directeur zit, hier verderop, hij die politieman ja. met zo'n geweerrek, er zaten 4 of 5 van die oude knelkarabijnen ja. daarin. En die politieman, ja, dat wisten we natuurlijk pas daarna. Ja, dat hij die kogels in zijn zak had. Op een gegeven moment was hij aan de beurt en hij sprak vloeiend Maleis. Hm. Die opa. Ja. Eerlijk waar. Prachtig. En hij had een harde stem. Ja. Ja, dus echt zo'n commandostem. Hè? Ja. En, zo. En dat hoorde een van die kettingberen, die hoorde dat. Het is naar de binnenplaats, zeg maar het raam, maar dan in de vorm van het raam. Ja, oké, dat was... En, zo, en je keek zo op die boom. Okay. En dan, maar hij is moedig. Hij heeft geen kick gegeven, maar hij wist dus wel misschien wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Weet je zo. Nou, toen hij dus die wapen kreeg van die kettingbeer, toen haalde hij een kogel eruit. En hij laaide. En dat hoor je natuurlijk duidelijk. Ja, je dat openmaken, hè? Met die grendel van kruim. Echt... En je hoorde echt, het was muis, maar een muisstil op dat moment. Weer als je een spel liet vallen, dan hoor je hem vallen. Ja, die man had zijn eigen zo opgefokt, dat hij zegt, nou ik ga je doodschieten. Maar als je achteraf vraagt van waarom en waarvoor, nou dat is gewoon zuiver voor hem.
hoe noem je dat? Vanwege de wisseling en die mensen ook neergemaakt. Gewoon wraak. Gewoon wraak, ja. Hij laadde, deed die grendel dicht, dat hoor je allemaal duidelijk. En toen dachten we, tenminste dacht ik, dat is bluf. Ja. Hm. Je hebt meer hè, van die lui, ik denk nou, dat is bluf. Ja. Het heeft 3 minuten geduurd. Echt waar. Nou, het leek hele lange minuten. Op een gegeven moment ging het schot af. En de afstand van die galerij waar hij stond, op die boom, dat is hooguit 12 meter. Nou, dus kan niet missen. En toen had hij hartschot. Precies. Oh, geslacht ook. Ja. Hartschot. En daarna heeft hij 3 keer een lange adem uitgelaten. En dat is, nou ja, dat vergeet je nooit van je leven. Nee. Maar echt wel. Alsof er een opluchting was. Maar zo lang. En dat tot 3 keer toe. Alleen bij de eerste keer, dus dat hij dat deed, toen hing hij al een beetje scheef. Weet je, dus kan je je voorstellen, dus als dit die cel is, dan ging hij als het ware naar rechts. Weet je zo. Zeg maar, ongeveer voor een derde. Bij de tweede ademhaling, je daar, ook weer zo'n hele lange, weet je, ging hij verder. En bij de derde, zakte hij helemaal gewoon eruit. Ja. En toen hing hij aan zijn pols. Ja. Aan de top. Nou, en diezelfde politieman die hem als het ware vermoord heeft, ja, die had zelf het hoofdbureau gebeld. Nou, en toen binnen, zeg maar, binnen 10 minuten was die hele gevangenis, die werd overvallen door militairen. Maar bij die groep, zou ik maar zeggen, van die gewapende militairen of politiemannen of wat het ook maar zijn, weet je, die kwamen in de gevangenis, want je hoort wel die deuren opengaan, die hele grote deuren. Maar die, nou, het leek wel een tank daar doorheen, maar het zijn panzerwagens en grote wagens en waar die militairen in zaten, vrachtwagens en zo. Oké, dus die stapten allemaal uit en ik zag ze op een gegeven moment lopen op die galerij. Maar ze konden niet verder als blok B, want die is dicht, die deuren. Oké, en toen kwamen ze terug. Dus er was niks los eigenlijk. Dus, nou, toen kwam er één de cel in en die zei van, wie van de heren kan mij uitleggen wat er precies gebeurd is? Nou, toen had meneer Bernhard, die hem dus met Mercure Groom had behandeld, je opa. Die zei, nou oké, okay, dan zal ik het woord nemen. Nou, dat had hij verteld. Weet je, dus dat hij uiteindelijk zijn klachten wou neerleggen bij de directeur. Ja. We hebben alles echt goed geluisterd, want hij sprak gewoon Nederlands. En toen zei hij tegen ons allemaal, nou wil ik u een advies geven. Oké. En dat advies luidt, deze politieman, die blijft hier nog een paar dagen. Mm-hmm. Hij zei, maar kijk hem alsjeblieft niet in zijn ogen. Mm. Kijk bovenlangs. Onderlangs, naast, en zeg maar, niet uitdagen, met andere woorden. Dus als wij, werden gelucht, die 2 uurtjes, dan liep hij demonstratief natuurlijk, precies op die galerij, vlak voor de cellen. Weer dus echt van, weer zo'n stoere kick, hè, zeg maar zijn. Maar hij werd door niemand dus aangekeken, dat mocht hij niet. En liever niet, want dan zit jij misschien op de fokken of zo. En zo is het gebeurd. Maar ja, in die tussentijd hebben die inspecteurs natuurlijk een blokkade laten kopen en een wit laken over hem heen. Ja, toen werd hij afgevoerd. En wat is er daarna gebeurd dan met die man? Ja, kijk, dat bedoel ik. Het is net of opa zichzelf voor ons allen heeft opgeofferd. Sommigen, het ging alleen beter. Na 5 dagen, politieman weg. Na diezelfde 5 dagen die kettingberen weg. Blok A en B werden ontruimd. En toen kwamen dus de rest van de Nederlandse en de Nederlandse Indische families, tenminste van de mannen dan, die in de grote gevangenis opgeborgen werden,
die gingen naar A en A en B. Maar toen was de legatiet dat die conferentie net afgelopen. En in hun voordeel. Ja, dus, ja. Dus als ik zo stond en door die tralies keek, keek ik als het ware naar Heibank. Maar wij dachten, tenminste ik dacht vanuit Bluf. Ja. Nou ja, en die afstand, ach, het is een afstand van niks voor iemand die geoefend is. Weer zo, dus het echt hartschot. Ja. Dus hij heeft zijn eigen echt opgehouden. Het is een hele moedige man, echt waar. Petje af.